De Road to het Gamersnet eSports Team wordt mede mogelijk gemaakt door MSI, Samsung en computerbestel.nl. Jongens, dank je wel. Bedankt. Echt, ik zweer het. Heb je het gezien onderaan het nieuwsbericht? Ja, er stond dat we onszelf voorbehouden om zeg maar toch nog zelf een naam te verzinnen. Mocht er te weinig inzendingen zijn en allemaal te maken hebben met seks en poep en plas. Letterlijk honderden inzendingen. Als je gaat kijken wat er allemaal anoniem en onder gereageerd, onder Facebook, Twitter, vooral YouTube ook, superveel namen gereageerd. Honderden namen zijn er binnengekomen. Dank je wel. Wij dachten misschien faalt dit project wel? Ja, wie weet inderdaad. Ja, maar we zijn niet teleurgesteld. Nee, super vet. Dat in de zomer, hè? Ja, precies. Echt super vet. Zullen we meteen de winnaar bekend gaan maken? Nee, we gaan eerst wat voorbeelden noemen. Oh, nou, ik vond dit wel een winnaar eigenlijk. De Gamersnet Slaves. Dat pakt mooi alles samen zo, weet je wel, hoe jij erbij staat. Die kwam via Gamersnet.nl binnen. Ja, via Gamersnet.nl. Daarna kwamen nog een aantal andere namen via Gamersnet.nl. Waren de GN Elite, de Blue Balls. Ook nice. Een interessante naam. De Gamersnet Jackals. Ook wel vet. En natuurlijk mijn winnaar, mijn persoonlijke favoriet. Kopper GN. Kopper GN. Kopper GN, ja. Ik vond Peters Gang ook wel leuk. Peters Gang is ook wel leuk, ja. En ook Timmy McTeamface, die was ook heel vet. Ook, ja, ik was Timmy McTeamface, ja. Ja, dat is heel nice. Tof. Daarnaast kwam via YouTube ook verschillende dingen binnen, zoals de Gamsung. Ja, die hebben gedacht aan de sponsor Samsung. Bedankt daarvoor. Heel goed. Ja, dat was wel grappig. De Blue White Warriors. Ja. Ook vet. Ook en de Blue Vipers vond ik ook. Ja, en er zijn ook een aantal YouTubers die weten niet dat wij Gamersnet heten, want die zeiden dan GameNet. Nee, dat was zeg maar denk ik het idee. Ik denk het niet. Oh. Wie weet. Maar ja, G-Net vond ik trouwens wel. G-Net vond ik wel. Via Twitter kwam ook een aantal binnen, waaronder Team Mystic, natuurlijk het beste team ter wereld, maar waarschijnlijk redelijk copyrighted, denk ik door Pokémon. De Blue Brutals en Blue Tactics GN ook vond ik wel mooi. Ja, ik ook. En via Facebook kwam natuurlijk Gamersnet eSports. Ja, lekker. Maar die had het ook uitgelegd. Die jongen zei ook, je moet het gewoon duidelijk en kort houden. Daar heb je ook wel een deel gelijk in. Ja. Maar je hebt niet gewonnen. Ja, jammer. Maar steeds wel een honorable mention. Daarnaast de GN Dragons, de Flying Dutch en de GN Tactics. Met een Z. Dan valt hij van mij af. Vind ik altijd een beetje cheesy. Cheesy. De cheesy, ja, met een Z. Nice. Maar de uiteindelijke winnaar komt ook van Facebook. Want we hebben lang gedebatteerd hier op GNHQ van wat het zou moeten worden. Hij wilde Kopper GN, maar dat gaat gewoon niet gebeuren, sorry. De winnaar komt van Facebook, hij heet Fokker Grijpstra. En gefeliciteerd, Fokker. Gefeliciteerd. Jij krijgt de jersey thuisgestuurd zodra het af is allemaal, dit project. Want dan komen de jersey ook. Jij kwam met een naam die niet alleen een Star Wars referentie is, maar ook een hele vette afkorting oplevert. En precies laat zien wat het Gamersnet eSports team gaat doen voor eSports in Nederland. Marcel? Ja, ik denk dat het vooral komt omdat het een Star Wars referentie heeft is. Heeft mee te maken, maar het past gewoon op alle fronten. We zijn gegaan voor de Gamersnet Rebels. De Gamersnet Rebels. Dat is hoe het Gamersnet eSports team gaat heten. De Gamersnet Rebels, we zijn ook rebellen in de Nederlandse eSports. Want we gaan voor het eerst gaan we met jullie supportvereniging opbouwen. Het is een Star Wars referentie, wat vet is. De afkorting is GNR. Wat dus gewoon Gamersnet Radio ook is. Holy shit. Wat vet, hè? Wow, het komt allemaal samen. Het komt allemaal alles samen. Klopt. En je kan het ook goed noemen zonder Gamersnet. Je kan ook gewoon zeggen The Rebels spelen, weet je wel? Ik vind het een heel fijn naam. Ik vind het een hele fijne naam. En ik kan zeggen, ondanks dat het inderdaad weer Star Wars is, vind ik het toch een hele tof naam. Ik ben blij dat het deze geworden is. Ja, gefeliciteerd Fokker. Gamersnet Rebels. Dat is het Gamersnet team. Zo gaat het heten. Ronde 2 komt eraan. Ja, laten we van start gaan met de volgende stap. Ja. Het is namelijk het ontwerpen van een logo. Ja, dus dit wordt misschien een iets moeilijkere opdracht. Misschien ook wat minder inzendingen, want we vragen aan jullie om te designen. En als je zelf kan designen, super vet. Maar ken je goede designers? Trommel ze op. Vraag het inderdaad. Ja, want ook deze keer gaan we weer een jersey weggeven. En het logo wat wint, komt ook daadwerkelijk op het shirt. En wordt de komende jaren ook het logo. Nou, hoe vet is dat? Ja, ik wou net zeggen. We hebben een aantal voorbeelden in de Dropbox staan. Volgens mij was jij daar meer van inderdaad. Ja, we hebben een linkje naar een Dropbox. Daar staan onze logo's in van Gamersnet met Gamersnet blauw. En een paar voorbeelden van bepaalde logo's die we tof zouden vinden. Die stijl. Ja, we hadden vandaag nu over. We hebben vandaag ook het eSports nieuws opgenomen. Super vet. Check het morgen vooral even. En daar wordt onder andere in vermeld dat Team Misfits in de LCS, die zijn doorgekomen naar de hoofdfase. En hun logo is eigenlijk
ongeveer wat wij zoeken. Zo'n soort stijl, zeg maar. Ja, het is een beetje een American baseball-achtige logo. Ja. Dat is wat we graag willen, want dat vinden we gewoon vet. Moeten we ook op zichzelf staan. Eén eis is dat het Gamersnet Rebels volledig een naam erin zit. Dus niet GN Rebels, maar Gamersnet Rebels. Want dat is voor ons, wij willen Gamersnet ook groter maken. Dus er moet wel Gamersnet genoemd worden. En GN, dat kennen alleen wij natuurlijk, die Gamersnet al kennen. Ja, precies. Dus check die Dropbox in het nieuwsbericht op Gamersnet.nl. Staat een linkje waar je ook kijkt. Staat een linkje naartoe. Dat zijn je PNG'tjes waar je mee kunt werken. En verder, doe waar je zin in hebt. Ja, laat vooral je creativiteit los en maak er iets moois van, zou ik zeggen. Ja. Alles is eigenlijk toegestaan. Gebruik het liefst geen copyrighted material. Dus ondanks dat het een redelijke Star Wars referentie is, geen van die maskers, nee, zeg maar. Nee, Stormtrooper-maskers kan allemaal niet. Masker, maak lekker iets zelf. Ja. Dus als je niet kan, niet erg. Maar ken je iemand die het wel kan, trommels op. Want ook deze keer maak je weer kans op een super vette jersey. Stap 2 gaat deze week van start.